Nou, mijn allereerste opera was toen ik 21 was. En die opera vond ik afschuwelijk. Het was echt... Ik vond alleen het orkest mooi. En ik dacht, jongens, dit kan toch echt beter? Want jullie staan te doen is prachtig qua zang en zo. Maar dit kan toch beter? Want ik snap het gewoon niet. Je kunt alles zeggen over opera, maar er zijn bijna geen Nederlandse opera's. Dus dat betekent dat je het gewoon niet kan verstaan. Dus dan moet je meer doen, vind ik. Je moet acteren, je moet een sfeer meebrengen. En daar worden de mensen heel erg blij van. Want dan hebben ze het idee dat ze er iets van mee kunnen krijgen. Anders dan sterft opera uit. Altijd als ik aan het zingen ben, is dat ik een heel duidelijke sfeer meegeef. En ik ga O mio bambino caro zingen. Dat is de meest bekende aria ter wereld. En aria is eigenlijk gewoon een mooi en chic woord voor liedje. Dus, oké, nou, O mio bambino caro gaat over een meisje en ze smeekt haar vader: mag ik alsjeblieft met de liefde van mijn leven trouwen? En als ik dat niet mag van jou, dan gooi ik mezelf in de rivier, de Arno, en dan zie je me nooit meer terug. In mijn solovoorstelling zeg ik, nou, dit is de meest beroemde aria ter wereld. Kijk maar gewoon en luister. Ik vind dat iedereen naar een opera kan. Ja, misschien moet je wel beginnen bij de low-key opera's. Mozart was daar heel erg handig in. Ook een leuk weetje. Mozart hield het heel erg van jonge vrouwen. Echt jonge vrouwen. Er zitten altijd jonge vrouwen op het podium. Die iets hoog zingen, want daar hield hij gewoon van. En Mozart heeft eigenlijk over het algemeen hele simpele verhalen. En zijn leuk en luchtig en grappig. Zo is het. Leuk. En opera hoort ook hier, hier in de vriendelijkheid van het groen. Haar stem trilt nog even na door het park. En zo mogen we haar muziek nog even bij ons houden. Haar muziek van lang geleden en van nu. Dit was Lida Straathof in Tiny Concert in Droompark De Zanding.